Nou, ik moet eerst lachen gewoon. Moet je lachen om mij? Ja. Oh, ik word gewoon uitgelachen hier. Er is natuurlijk wel een groepje rond met NOS is fake news. Ja. Het is een onafhankelijke partij. Het is meer een links programma. Nee, dit is geen Boer zoekt vrouw, maar de Telen YouTube show. Afgelopen week hebben de boeren weer volop geprotesteerd en ze eisten zelfstandigheid. Nou, die geef ik ze vandaag. En daarom hebben wij twee jonge boeren uitgenodigd voor op onze bank. Laten we beginnen. Afgelopen week waren er weer lange files, want de boeren waren weer volop aan het protesteren vanwege het stikstofbeleid. De boeren eisen zelfs zendtijd op het Mediapark. Op de beelden zagen we ook veel jongeren. Wat vinden zij hiervan en hoe zien zij hun toekomst? Vandaag bij ons op de bank Koen en Chris, die beide het bedrijf van hun ouders willen overnemen. Chris, vertel, jij wilt het bedrijf van je ouders overnemen? Ja. Wat hebben je ouders allemaal? Ze hebben iets van 50 koeien. Best wel wat schapen, ik weet niet precies. Ja. Maar we hebben ook een vaarboerderij. Ja. Dan kun je vaak ook... Ja, spannend, hè? Ja, ik moet eerst lachen gewoon. Moet je lachen om mij? Ja. Oh, ik word gewoon uitgelachen hier. Nou, nou is het helemaal mooi. Waarom lach je om mij? Gewoon hoe je kijkt. Oh, god. Oh. Is het indringend? Ja, kijk ik raar, Koen? Nee. Nee? Oh. Nou, vertel verder. Nou, mijn vader die heeft zijn vaarboerderij. We moeten wel eens met de boot de trekkers naar het land brengen en de koeien. Ja, want even voor de duidelijkheid, voor de gewone mens, wij... Tractor is trekker. Het is trekker. Ja. Het is trekker, we zeggen geen tractor. Nee. Ja, af en toe is er nog een misverstand. Een burger zegt heel vaak ook een tractor. Of net zoals jij, is het nou tractor of trekker? Maar een boer zegt... Eigenlijk altijd trekker. Ja, het is altijd trekker. Okay. Ja. En hoe vaak help jij je ouders mee dan? Meestal één keer in de week. Okay. Want ik heb nu niet zo heel veel tijd ook wegens school. Ja, want, en wat moet je dan doen? Helpen met melken. Meestal moet ik ook de strobalen sjouwen. Ja. Nou, heel soms even poep scheppen. Oh, dat is wel wat minder? Ja. Of vind je dat niet erg? Dat is wel wat minder. Koen, jij hebt ook, je ouders hebben ook een bedrijf. Ja. Wat hebben jullie allemaal? We hebben een melkveehouderij met 80 melkkoeien en daarbij horend nog... Ja, je zegt zo, maar het is in Nederland niet zo heel groot, hè? Nee, want het schijnt dus normaal te zijn. 80 is dus nou ja, is normaal. 100 is het gemiddelde. Okay. Dus wij zitten 80 onder het gemiddelde. Ja. Maar ja, dat is op zich helemaal niks verkeerd, hoor. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. En daarnaast hebben we ook nog 60 schapen. Okay. En dat is dan wel puur voor het vlees. En hoe vaak help jij je ouders? Ik ben elke dag aanwezig. Je bent elke dag... Ja. En je studeert ernaast nog? Ja, ik studeer ernaast. Ja. Wat doe je voor studie? Ik studeer op de Hogeschool van Amsterdam Civiele Techniek. Het is totaal iets anders. Het is totaal wat anders, inderdaad. En die keuze heb ik eigenlijk expres gedaan. Omdat ik, ik zit nu in mijn laatste afstudeerjaar. En daarna moet ik nog 10 jaar lang wat voor mezelf gaan doen... voordat ik het bedrijf kan overnemen. En ik zag het eigenlijk niet zitten om in de agrarische sector werken... en dan niet op mijn eigen bedrijf. Mm-hmm. Dus ik werk dan ergens anders. En ik ben dus eigenlijk een andere richting ingegaan. Ja. Wat vind je zo leuk aan boer zijn? Je bent met je koeien bezig. Je kan het eigenlijk... Uiteindelijk kan je jezelf... bepalen waar we ook heen met mijn bedrijf. Je bent gewoon een ondernemer. Ja. En dat vind ik leuk. Ja. Chris, wat vind jij zo leuk daarin? Nou, je hebt meer vrijheid met wat je wilt doen. Je kan gewoon rustig met dieren werken. Dat is ook wel leuk. Ja. Wat is jouw lievelingsdier? Nou, dat is kat. Oh, heb je die ook? Ik heb wel katten. Die van mij is een koe. Oh, jou? Ja? Ja. Is jouw lievelingsdier een koe? Ja. En wat vind je nou zo leuk aan koeien? Gewoon, zijn. Ja, wat vind jij leuk aan katten? Ja, wat is jouw lievelingsdier? Een koalabeer. En wat vind jij leuk aan een koalabeer? Ja, gewoon omdat hij zo raar is. Nou, ik vind het leuk aan koeien dat je er altijd mee bezig bent. Dus het is heel makkelijk om je ook te hechten aan zo'n dier. Ja. En daardoor vind ik ze ook leuk. Maar hechten ze ook aan jou? Ja, sommige koeien vinden mij leuker dan de andere, ja. Gisteren heb ik iets in mijn story gezet, want ik was op zoek naar jonge boeren. Ja. Nou, jullie zitten er. Ja. Maar Chris, het is wel leuk misschien om even te vertellen hoe jij hier terecht bent gekomen. Ja, eigenlijk moet ik nu naar de wc. Oh, je moet naar de wc? Ja. Oh, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Dan laten we de producer even komen. Die gaat met jou mee naar de wc. Ja, geweldig. Gaat het goed daar? Even kijken, ja. Wat mooi weer, hè? Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar wat voor sterrenbeeld ben jij? Ik ben een ram. Jij leest toch wel de Telegraaf, hè? Nee.
Ik lees de Boerderijkrant. Jij leest toch wel de Telegraaf, hè? Nee, ik lees de Boerderijkrant. Jij leest toch wel de Telegraaf, hè? Nee, ik lees alleen de Boerderijkrant. Okay, dit knippen we eruit, Max. Chris, ging het een beetje met je overal? Ja. Waar zijn we gebleven? Bij de vraag hoe jij hier terecht bent gekomen. Ja. Vertel. Nou, mijn vrienden zeiden van... ze vraagden naar jonge boeren. Ja. Toen had ze in de groeps heb gegooid. Ja, ik kwam ineens in een groep terecht. Petitie dat we Michelle's aandacht krijgen. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Nou, toen kreeg ik van alles en nog wat berichten. En jij zat er ook tussen. En de rest die durft allemaal niet hier naartoe te komen. Maar nee. Jij wel. Ja. Hey, de demonstraties. Koen, jij hebt gedemonstreerd. Ja, ik ben 16 oktober in Den Haag geweest. En afgelopen week natuurlijk ook op het Mediapark. Hoe was dat daar? Het Mediapark? Ja? Wat was de sfeer? Het was gemoedelijk. Ja? Ja, helemaal niks. Niet grimmig of zo. Helemaal niet. Ook verschillende pers liep langs. Ook allemaal niet grimmig. Nee. En met wat voor doel was je daar? De demonstratie was er uiteindelijk voor zendtijd. Okay. Maar ik was er niet per se voor de zendtijd. Je zit hier toch, dus je hebt het goed gedaan. Dat is waar. Ik heb wel mijn podium gekregen. Ja, precies. Maar ik stond daar wel. Er waren jongens van heinde en verre uit de Achterhoek. Die kwamen allemaal naar het Mediapark toe. En ik vind wel dat je als boeren achter elkaar moet blijven staan. En daardoor ben ik er toch heen gegaan. Om de rest ook even een beetje te supporten. Ja. Ik vind samen ook een team. Ja. Oké. En jij, Chris? Ja, ik doe niet echt aan het staken, omdat ik ook naar school moet die dagen. Ja. En ik kan daar ook moeilijk heen. Wat vind je ervan, van al die protesten? Nou, op zich vind ik het wel goed, want je laat gewoon zien van, dat je niet als enige staat. Ja. Dat vind boeren ook niet slap zijn of zo. Vind je het niet soms te ver gaan, hè? Door alle files, wat er allemaal gebeurt nu in Nederland? Want je treft natuurlijk ook andere mensen mee die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Nou, bij ons komt het ook maar op ons bordje, hè? Alle regels en van alles. Ja. Daar hebben we ook niet om gevraagd. Dus wij hebben, de burgers hebben dan wel last van ons als wij demonstreren op de snelweg. Maar wij hebben uiteindelijk ook last van alle wet- en regelgeving in Nederland. En dat proberen we kenbaar te maken met die demonstratie. Ja. En als we dat doen, gewoon als ik alleen maar thuis een bordje neerzet... Ja, dan heb ik niet het publiek dan wat we trekken bij zo'n demonstratie. Hey, het stikstofbeleid, heel kort. Ja? Koen, kan je het uitleggen? Wat er nu gaande is? Waarom jullie zo boos zijn? Nou, ik ben vooral boos door de kreten uit de politiek. En dan bedoel ik een Tjeerd de Groot en een Jesse Klaver... Nou, vooral Tjeerd de Groot dan met de uitspraak... de veestapel moet door de helft, hebben we nergens meer over. Dat kan je gewoon niet zeggen. Wij zijn altijd al bezig, er zijn al minder koeien dan vroeger... we hebben al minder fosfaat dan vroeger... we zijn alles aan het reduceren, ook minder stikstof dan vroeger. Alles aan het minderen en nog steeds zegt hij van... weet je wat, we doen alles door de helft. Maar ook boeren, die hebben hartstikke veel geïnvesteerd. Je stopt alles wat je hebt, stop je in je bedrijf. En ze zeggen gewoon van, weet je wat, tjak... door de helft en we doen de helft weg. Ja, dat kan niet. Ja, want het is ook je eigen plek. Je doet het al jaren. En dan gaan ze eigenlijk je dromen meer weghalen. Ja. Was het ook niet zo dat boeren eerst juist heel erg moesten groeien... en nu moet het allemaal minder worden eigenlijk? Ja, we hadden dat eerst... Dat is wat te zeggen. We hadden in 1984 is het melkquotum gekomen. Dan had een boer zoveel melk, eigenlijk gewoon een glas... die kon hij volmelken en niet meer. Dat was het gewoon. Ja. Nou, 2015 is dat er afgegaan. En eigenlijk zeiden de melkfabrieken van, kom maar met die melk, we kunnen het wel aan. Hè? Gaan we produceren. Dus iedereen heeft zijn bedrijf erop ingesteld. En iedereen is ook melk gaan produceren en ook meer koeien gaan houden. Ja. Nou, en toen kwam het probleem. Dus kwam de GVE-reductieregeling. Toen hadden we die voorbij. Nou, dat was dan eigenlijk een aanloop naar de fosfaatrechten. Nu hebben we de fosfaatrechten 2 jaar. Nu komt stikstof. Nou, als we stikstof hebben gehad, dan komt een keer methaan. Het houdt niet op. Het blijft maar doorlopen. We gaan het hele periodiek systeem af en dan is er geen boer meer over in Nederland. Ben je bang daarvoor? Nee, ik ben er niet bang voor. Nee? Dat niet. Nee. Gaat ze ook niet zomaar lukken? Nee, want jullie zijn sterker. Nou, boeren stoppen niet zomaar. Hoe zien jullie je toekomst? Meer somber. Ik denk dat we moeten verplaatsen. Want we zitten midden in het Natura 2000. En dan moet je uiteindelijk verplaatsen van de overheid. Omdat ze vinden dat de mest met de pis, dat maakt zeg maar het stikstof. Dus jullie moeten verplaatsen
uiteindelijk? Ja, waarschijnlijk moeten we verplaatsen of je wordt gewoon omgekocht. Zou jij het bedrijf alsnog willen overnemen? Ja. Ja? Dus je hebt er nog wel vertrouwen in? Ja. Koen, jij wil nog steeds ook gewoon het bedrijf overnemen van je vader. Ja. Wat denk je wat bij jullie gaat veranderen? Nou, ik heb erover nagedacht, over mijn toekomstvisie, maar dat is helemaal niet te voorspellen. Nee. Je hebt geen idee, ook al wat ik daarnet allemaal opnoem. Er zijn al zoveel ontwikkelingen gaande. Ik weet wel, ik wil boer worden, dat is mijn passie, dat ga ik doen. Nou, en voor de rest, ja, we zien het wel. Ik denk wel, over 45 jaar ben ik nog boer. Dat denk ik wel. En er zijn ook genoeg partijen die voor de boeren zijn, zoals Thierry Boudet. Ja. Die gaan het ook wel een beetje proberen tegen te houden. Merkt je daarvan ook nog iets op het Mediapark? Dat boeren echt heel boos waren op bepaalde zenders of... Er is natuurlijk wel een groepje rond met NOS is fake news. Ja, dat hoorde ik. Dat zag ik vooral in de media eigenlijk. Ja, ook een verslaggever waar stickers op werd geplakt. Het is een onafhankelijke partij. Het is meer een linksprogramma, als we het zo zeggen. Hey, kunnen wij even één seconde nemen voor onze outfit? Want Koen, ik heb deze van jou gekregen. Ziet het er een beetje goed uit? Ja, je ziet er mooi uit, Michelle. Ja? Kijk. Ja. Het staat je Kijk eens. Ja. Ik hoor heel veel gelach. Ja. Hey, en jij hebt je klompen aan, Chris. Ja, ik dacht... Heb je die altijd aan? Nee, niet altijd. Niet naar school? Niet naar school. Wat doe je aan als je naar school gaat? Gewoon normale kleding. En jij, Koen? Ja, of heb jij elke dag met een boershirt aan? Deze trek ik wel rustig aan naar school, ja. Ja? Ja, bro. En waarom zit jij hier? Nou, om het ook duidelijk te maken waarom de boeren boos zijn. Jij vindt het belangrijk dat jij hier wel zit? Ja. Vind ik heel stoer van je. Ja, ik heb ook wat ervaring van die programma's die je gaan... Jij hebt al tv-ervaring? Ja, ik ben al een paar keer op tv gekomen. Jij bent gewoon presentator? Nee. Oh. Ja, willen jullie even wisselen? Wil jij het even doen? Ja, dat gaan we doen. Kom maar even hier zitten. Zo. Kijk, dit is veel gezelliger. Dit is gezellig. Ja. Ja. Misschien moeten we even een afsluiting doen. En dat mag je dan in die camera doen. Dit was hem weer. Allemaal een like droppen. Subscriben. En reageren. En volg Chris Paag 14 op Insta. Joe!